Hoi! Gezellig. Wat ik heb gegeten. Hey, en wat leuk dat je kijkt naar een nieuw dagje mee met mij. Zoals je achter me ziet is het nog een beetje donker. Waarschijnlijk zie je het ook aan mijn gezicht. Het is nog best vroeg. Maar ik ben onderweg naar Leiden. Het is vandaag dinsdag en dat betekent dat we met z'n allen op kantoor werken. Dus dat is gezellig. Dus ik ben met mijn hele ontbijt slash lunch voorraad, tussendoortjes voorraad en mijn laptop op weg. Maar ik heb eerst nog even een cadeautje die ik moet langsbrengen bij iemand. Want op zaterdag werk ik altijd als een soort zorgbuddy. En dat meisje is jarig vandaag. Dus ja, je kan het beste dan toch je dag starten met cadeaus, lijkt me zo. Dus ik ga even aanbellen bij haar. En dan ga ik daarna snel doorrennen naar de trein. Want ik ben alweer wat laat. Nou. Die was blij. Ik vind echt, denk ik, gewoon cadeautjes geven aan anderen. Vind ik echt gewoon een van de leukste dingen die er bestaat. Het is gewoon zo leuk met een hele kleine moeite. Vooral als mensen, denk ik, niet verwachten. Om gewoon iemand te verrassen. En het liefst om 7:15. Goed, ik ga nu echt naar de trein. Oké, ik zit dus nu op kantoor, maar er is nog niemand, ze komen zo meteen. Maar ik ga eerst even nu lekker mijn koffie opdrinken. Misschien even een boterham nog eten. En de rest in de koelkast hier gooien. En ik dacht, misschien is het wel leuk om te vertellen, wat doen we nou eigenlijk op zo'n kantoordag? Maar we beginnen eigenlijk altijd een beetje op het forum. Dus daar ga ik ook mee beginnen. En over een uurtje gaan we starten met een nieuw concept. Mag ik dat al vertellen? Even nadenken. Ja, dat staat al online als het goed is. We gaan beginnen met een podcastreeks. Dus dat is superleuk. En het eerste thema gaat over goede voornemens. Dus daarvoor ga ik jullie ook wat vragen. En die dingen ga ik zo even op Insta zetten nog daarvoor. En verder een klein beetje voorbereidingen treffen voor de podcast. En dan gaan we dat lekker opnemen. En daarna krijgen we nog leuk bezoek hier. Dat is altijd leuk. En dan vanmiddag hebben we vast nog wel een teamoverleg. Er komt mogelijk een nieuwe stagiair. Dus dat is superleuk. En daar willen we natuurlijk ook een aantal goede voorbereidingen voor doen. En verder misschien nog een blogje of iets anders. Ik weet niet. Meestal lopen deze dagen ook heel spontaan. Dan zegt iemand, zullen we een Insta-live doen? En voor je het weet doen we een Insta-live. Goed, maar mijn maag knort nu, dus ik ga nog even een boterham eten en koffie drinken. Dat moet ook gebeuren en dat is ook heel belangrijk. Ik zie jullie later. Oh ja, ik heb nog een ding. En dan ga ik echt aan het werk. Maar wie herkent het dat je je soms ook een beetje schuldig voelt om je boterhambeleg naar je collega's of naar je klasgenoten toe? Ik heb nu pindakaas, maar ik weet gewoon zeker dat dit hele kantoor nu naar pindakaas ruikt. En ik weet niet of Irene en Lonneke en Daniel van pindakaas houden. Volgens mij Irene wel. Maar goed, ik voel me altijd een beetje schuldig. Maar ja, dat is net zoals je mandarijnen meeneemt of zo. Maar goed, goede toevoeging dit. Altijd de vraag of er plek is.
Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Irene heeft volgens mij de koptelefoon op. Goedemorgen. Nou, dit was leuk, hè? Het was top. Duimpje. Gezellig. Irene, wat is dit? Wat heb je gemaakt? Ik heb gisteren curry gemaakt. Oeh, ik ruik het al. Lekker. Alleen de lepels waren op. Dus ja, ik heb ook een lepel. En Dani heeft een lekkere... Wat is het? Salade of zo? Ja, ik heb salade en een broodje en rookkaas. En dat doe je allemaal op één, op elkaar? Nou, ik doe het kaas op het broodje en de salade eten. Lekker, eet smakelijk. Was het een goede dag? Het was een hele goede dag. Wat maakte het een goede dag? We hebben leuke dingen gedaan, leuke nieuwe dingen gedaan. Dingen die zijn goed gegaan. Dat is ook wel fijn. Ja. En ja, dat. En wat ga je nu doen? Ik ga naar huis. Je hebt honger, toch? Ik heb heel erg honger, ik heb te weinig eten mee. Wat moeten we eten vanavond? Heb je al een recept bedacht? Meestal delen we altijd hier receptjes. Vorige week was het noggi. Ik ga halen op het station, dat ga ik zo okay. doen. En ze hebben nu Dunkin' Donuts nieuw op het station, heb je gezien? Ja, naast de Julia's. Oh. Volgens mij, ja. Donut. En verder? Nou, ik weet niet, het is mijn vriend beurt om te koken. Oké. Okay. Ik heb gisteren... Wat heb ik ook weer gemaakt gisteren? Was lekker. Ik weet het niet meer. Zo gek is dat, hè? Wat heb jij gisteren wel gegeten? Deed je dat uit je hoofd vroeg? Ik heb gegeten? Hoe is het vaak soms in deze? Een traybake. Ik zit in zo'n traybake vast. Dat je alles op zo'n plaat gooit. Maar dat is ook een beetje gemak. Maar goed, jij weet het dus niet vanavond. Nee, vanavond weet ik. Lekker gewoon. Ik trek mijn handen. Heel goed. Fijne avond. Doei. Oké, ik loop weer op de plek waar ik 12 uur geleden deze vlog ook ben geopend. Toen had ik ook een beetje vermoeide ogen, nu weer. Maar hey, dat geeft helemaal niet. Het was wel een lekker productief kantoordagje. En thuiswerk is chill, want je hebt al die reistijd niet. Maar ik krijg toch altijd meer voldoening van zo'n kantoordag en vooral dan ook thuiskomen. Ik weet niet, het werkt altijd wel lekker. Wat ik wel minder vind, is dat je dan gewoon ook in het donker weer thuis komt en niet echt daglicht heeft gezien. Maar ja, ze noemen het niet voor niets de donkere maanden. Ik ben gelukkig bijna thuis. En dan ga ik lekker eten. Ik had nog pasta van gisteren. Daar ben ik heel erg blij om, want deze dagen als ik gewoon moe ben en een lange dag heb gehad, dan vind ik het... best wel lastig om dan nog echt heel veel moeite voor mezelf te doen. En heel eerlijk, zou ik dan ook gewoon denk ik echt prima een paar boterham kunnen eten en denken, joe, tot morgen. Maar ik weet gewoon dat het ook gewoon belangrijk is om gewoon goed en volwaardig te eten. Dus nou ja, dat ga ik ook doen. En gelukkig had ik dus gisteren al gekookt voor vandaag. Goed, ik ben lekker thuis. En ga lekker eten, want ik heb ook honger. Oké, inmiddels is het, hoe laat is het? 9:55. Ik heb lekker gegeten, al lange tijd geleden. Het was pasta. Maar die had ik dus al een tijdje terug gemaakt met olijfolie en kruiden. Ik dacht, ik ga eens wat experimenteren. En toen was het al lekker, maar nu is het nog veel lekkerder, want die kruiden zijn er helemaal ingetrokken.
En ik had nog vis, dus ik dacht, doe ik dat erbij. Heb toch iets van gekookt. En ik vond dus nog wat verdwaalde groenten in mijn koelkast. Dus ik dacht, nou ja, bak ik die er toch ook bij. Nou, dat was eigenlijk best een prima maaltijd zo. En een prima dag. Ik denk dat ik hiermee de vlog ga afsluiten. Ik vond het super leuk dat je weer een dagje mee wilde kijken in mijn leven. Een dagje meekijken op kantoor. En dan zien we jullie hopelijk snel bij een nieuwe video. Doei!